Hallo, wij vinden het leuk dat je weer naar een video van Burda Style kijkt. We laten deze keer model 2C uit het Burda Easy nummer 2 maart-april 2023 zien. We laten zien hoe dit shirt met lange mouwen genaaid wordt. Een basic shirt met een stolplooi in het achterpand. Een eenvoudig model dat heel snel klaar is. Een elegant shirt dat ook vlot en prettig te dragen is. Van violette tricotstof van Biocatoen. Dezelfde stof die ook in het tijdschrift gebruikt werd. De stof vind je online bij onze partnerfirma C. Pauli, gespecialiseerd in stoffen met het GOTS-certificaat. Voor de fourniture heb je nodig bijpassende naaigaren voor de stof, rijgaren, spelden, een tweelingnaald en een tricotnaald voor de naaimachine, een schaar, een centimeter, een krijtstift of kleermakerskrijt, een stift, een liniaal, een raderwieltje en Burda kopieerpapier. Vergeet niet eerst je lichaamsmaten op te meten en met de maten in de Burda maattabel in het tijdschrift te vergelijken. Op deze manier vind je de juiste patroonmaat voor het model. Nu deel 1 tot 6 van werkblad 2 uitknippen of overnemen en de papieren delen volgens het knipvoorbeeld op de stof leggen. De contourlijnen op de stof overnemen en de naden en zoom volgens de instructies toevoegen en de streepjes en naadcijfers overnemen. Om de streepjes en de contourlijnen op de andere kant van de stof over te nemen, werk ik met Burda kopieerpapier. Voordat ik de spelden eruit haal, leg ik het kopieerpapier voorzichtig onder de stof en ga met het raderwieltje over de contourlijnen en de streepjes heen. De gebruiksaanwijzing zit in de verpakking. De delen steeds met de goede kanten op elkaar leggen en dan op elkaar stikken. Als er niets anders staat, bij de naden één keer heen en terug stikken. De lijnen in de delen het beste met rijgsteken of met kleermakerskrijt aangeven. Ik begin met het achterpand en het plooideel. Ik leg de achterpanden met de goede kanten op elkaar. Ik speld de delen midden achter op elkaar en stik met lange steken bij de lijn die ik met rijgsteken of met kleermakerskrijt aangegeven heb. Ik strijk de naden open en leg het plooideel op de achternaad. Dan speld ik de randen van het achterpand en het plooideel op elkaar, dus alleen bij de zijranden. Ik stik het plooideel vanaf naadcijfer 1 op de randen van het achterpand. Ik knip de naden tot 7 mm breedte bij. Ik zigzag de naden samen en strijk ze. Tweede stap, het achterste pasdeel. Ik speld de bovenrand van de plooi op het achterpand. Eventueel deze stap eerst rijgen en ik haal de lange steken bij midden achter eruit. Ik leg de onderrand van de pas met de goede kant op de goede kant op de bovenrand van het achterpand. Ik speld de randen op elkaar en stik de naad vanaf naadcijfer 2. Ik zigzag de naden samengenomen en strijk de naad naar de pas toe. Derde stap, de voorste figuurnaden en de schoudernaden. Ik leg de figuurnaden dicht. Ik speld en stik de figuurnaden. Dan knoop ik de draadjes bij de punt van de figuurnaad met de hand of met de betreffende knop op de naaimachine. Ik strijk de figuurnaden naar onderen toe. Ik leg het voorpand op het achterpand. Daarbij liggen de schouderranden met de goede kanten op elkaar. Ik speld en stik de schouderranden op elkaar vanaf naadcijfer 3. Ik zigzag de naden en strijk de naden open. Vierde stap, halsboordje. Ik leg het halsboordje dubbel. De goede kant ligt binnen. Ik speld de korte randen van het boordje op elkaar. Ik geef midden achter bij het halsboordje aan door hier een speld in de stof te steken. Ik geef ook midden achter en midden voor bij de halsrand aan. Ik stik de korte randen van het boordje. Dan strijk ik ze open. Ik vouw het boordje dubbel. De goede kant ligt binnen. Ik strijk het boordje en leg het op de halsrand van het shirt. De goede kanten liggen op elkaar. Ik speld het boordje met het midden op de halsrand vast. De naad van het halsboordje ligt midden achter. Ik stik het boordje met een smal ingestelde zigzagsteek vast. Daarbij rek ik het boordje een beetje. Ik knip de naad tot 7 mm breedte af en strijk de naad naar het shirt toe. Vijfde stap, de zijnaden en mouwnaden.
Ik leg het voorpand op het achterpand, goede kanten op elkaar. Dan speld ik de zijnaden dicht. Ik stik de zijnaden vanaf naadcijfer 4. Ik zigzag de zijnaden en strijk de naden open. Ik vouw de mouwen in de lengte dubbel, de goede kant ligt binnen. Ik speld de mouwnaden. Ik stik de mouwnaden vanaf naadcijfer 5. Ik zigzag de naad samengenomen en strijk de naad in één richting. Voorlaatste stap, mouwen inzetten. Ik leg de mouwkop op het armsgat van het shirt. De goede kanten liggen op elkaar. Ik speld de randen op elkaar. Daarbij ligt de mouwnaad op de zijnaad van het shirt. De streepjes 6 van mouw en voorste armsgat liggen op elkaar. Het streepje van mouwkop ligt op de schoudernaad. Ik stik de randen op elkaar. Daarbij wordt de mouwkop tussen de tekentjes een beetje in elkaar geschoven. Ik knip de naden bij. Ik zigzag de naden samengenomen en strijk ze naar de mouwen toe. Laatste stap, zomen en halsrand. Ik zigzag de zoom bij de mouwen en bij het shirt. Ik strijk ze naar binnen en stik ze aan de goede kant met de tweelingnaald 1,2 cm naast de rand door. Ik stik de halsrand aan de goede kant met de tweelingnaald door. Daarbij wordt een naad mee vastgestikt. Het shirt is nu klaar. Een goed idee om er nog eentje te maken, want je kunt nooit genoeg t-shirts in je kast hebben. Daarbij kan het patroon en de stijl aangepast worden, zoals de suggestie in ons tijdschrift. Of ervaren naaisters kunnen ook een shirt zonder mouwen naaien, zodat je een zomershirt hebt. We willen je er nog op attent maken dat de modellen in Burda Easy in de mate 34 tot 44 genaaid kunnen worden. En er is nog een tweede videotutorial, jurk 4. Die ook in Burda Easy nummer 2 staat. Vergeet niet je zelfgenaaide model met andere naaifans te delen op social media. Ik vind het leuk als je weer meekijkt bij het volgende model. Burda Stahl zegt dankjewel voor de belangstelling. En bedankt onze partnerfirma C. Pauli. Bedankt dat je hebt meegekeken en tot de volgende Burda Stahl tutorial.